is John C. How are you doing, guys? Woo! Beautiful weather in Belgium. Boom! It's normal. Let's go. We're gonna do FIFA 21. Boom. Let's go, bros. Woo! Hey, Belgian Chip Chip, hello, my friend, how are you doing? Hey, honey, hello, how are you doing, guys? Woo! Yeah, we are, clits, you're on fire, man, let's go! Yeah, boom, my head came, yeah, my box came, clits it. Woo-woo! The pets, we are gonna play! Woo! Woo! Fia! Is it was he, kid? Alright, nice! Great, honey! Klitsen! I like that! Yeah, zeker! FIFA! Yeah, the PSV, let's go! Woo! We gonna play with Frankrijk! Zeldra. Oh, betere ploeg. Hey, een andere ploeg. Boom! EK zit er aan te komen. Klik! Go, let's go! Weet je dat er de EK gaan winnen? Of interesseert er niet echt? Het EK! Ja. Oh, waarom? Goeiedag! En van harte welkom allemaal in het Estadio Santiago Bernabeu in Chamartín, Madrid. Voor tekst en uitleg bij deze wedstrijd kunt u vandaag terecht bij mijn collega en ondergetekende. En het mooiste in het voetbal is natuurlijk de openingsdag van een nieuw seizoen. Dit is Real Madrid, dat het opneemt tegen Frankrijk. Dag Siert, leuk dat jij er ook weer bij bent. Wat een fantastisch seizoen heeft deze ploeg achter de rug. Hè? Met dat kampioenschap, natuurlijk de bijbehorende promotie. En nu dus een nieuw seizoen, een nieuwe divisie, nieuwe tegenstanders. Ik ben benieuwd hoe ze dat zal vergaan. Ja, merci. Papé probeert het net te vinden. De doelman heet hem in zijn hand. Real Madrid. Let's go. Lasagne. Ferland Mandy. Dit kan nog een heel interessante krachtmeting worden, waarbij Karim Benzema speelt tegen Kylian Mbappé. Hoe zal dat verlopen vandaag? Die Fransman Karim Benzema is altijd met paasjes aan het strooien en heeft daarbij natuurlijk een en vast die bal. Dat is niks, hè. Karim Benzema. Luka Modric, kan Real Madrid hier profiteren van die ruimte op de vleugel? Hazard! Pogba, spel ook verder. Hij zet zijn vuist er tegenaan. Direct druk zetten, dat werkt hier. Opnieuw een succesvolle redding. En de doelman op weer een schot. Ja, gevaarlijke steekbal. Ben Yedder nog steeds. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Come on, Mbappé. Boom. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Jammer. Eden Hazard. Federico Valverde. Oh, wat een kans. Katachtig die doelman. Morgen. Het lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Boom. Let's go. Ze was ik dan. Een zelfverzekerde, een aanvallende dribbel van Mbappé. Wordt over de lat, zonde zeg. Hij kreeg hem toch lekker op zijn schoen. Ja, maar die bal moet je drukken. Hij schiet gewoon te hard. Kletsen. How are you doing, man?
Vinicius Junior. Kletsen. Hij weet het paas onder schep. Goed opgelet. De dobbel weet de bal weg te werken. Let's. Tetsen. Woe. Modric leeft hem in bij de tegenstander. Wissam Ben Yedder. Bal weer verloren. Pick on, guys. Come on. Hazard. Let's go. No, Hazard. Voorgeven dan maar. Van de vleugel. Ze krijgen die bal maar niet weg. Maar spel gaat verder. Ratatatata. Die is raak. En we zien maar weer eens hoe het loopt om hoog druk op tegenstander te zetten. Ja, want daarmee brachten ze de tegenstander dicht bij het eigen doel en de problemen. En dan zie je wat het oplevert. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Federico Valverde. Hopla. Hier is Varane. Sergio Ramos. Het is een flesje. Haha, tiki-taka. Tiki-taka. Die jongens sturen ze van het kastje naar de muur. Ziet u wel, daar is een kastje. Ja, en aan de overkant de muur. Hopla. Lucas Digne. Goed gezien, jongen. Het is buitenspel. Hij vertrekt te vroeg. Hé, Lars, kletsen. Taka, tiki-taka, si. Modric. Is that good, guys? Is that good? Verlaan Barca-spel. Daar is Luka Modric. Kijk, slim balletje, hoor. Hij gaat er flink in. Ja. Kylian Mbappé. Hopla. Kylian Mbappé. Oh, come on, you got this, Mbappé. You got this. Oh. En dat is hoog tegen de tegenspeler aan. Misschien levert deze corner ze wat op. Almost. Come on. You can do this. De bal komt voor het doel. Hebben. Knap weggewerkt, hoor, door de keeper. Jawel. Leza, die hartstikke. Frankrijk, ja, met die knappe redding weet de doelman zijn ploeg voorlopig aan de leiding te houden. Maar is die de baas is krap. De volgende poging kan zomaar de gelijkmaker betekenen. Oh, Marshall, ze blesseren maar bluftrip zo in. Kylian Mbappé. Plumstring win, come on! Hoppa. Kanté geeft een gevaarlijke in de pas. Boom! Is dat Ben Yedder? Ik dacht dat hij zat. No, come on, Pogba. Come on. Passing hier van Kanté. Come on, let's go. Eden Hazard. En dit is Karim Benzema. Don't do with Benzema. Luka Modric. Come on, Eden, pak die bal. Federico Valverde. Vinicius Junior. Goed geanticipeerd op de paas. Ze zitten tussen. Benzema met een grote kans. Hij had hem op doel kunnen schieten, maar nu is het een doeltrap. Hallo, how are you doing, Esti? Kletsen, come on, we can do it. Golo Kanté. En nu Kylian Mbappé. Boom, Mbappé, come on, run for the life, die de bal heeft. Shoot it! Alleza! Hey, kletsen. Come on. Ferland Mandy. Eden Hazard. Come on, Petsen. Woo! We can do this. Come on. En daar is Luka Modric. Hopla. 1 minuut extra speeltijd wordt aangegeven. Come on. We can do this. We moeten niet helemaal aan de Hollemaal zijn. This way. Bal met Modric. De paas van Modric, onschadelijk gemaakt. Dat is het fluitsignaal voor de rust. De stand is 1-0. Een gelijk opgaande wedstrijd hier. Met één ploeg die net even doortastender was dan de andere. Maar Jeroen, dat is nog geen garantie voor een zegen. Ver van een garantie zie je. Hun tegenstanders staan bekend om hun veerkracht. Deze wedstrijd kan zomaar omslaan naar rust.
2. Ik weet niet, we gaan er aan beginnen. Come on! Petse, petse! Ho! De daar was de aftrap van de Frans. Deel 2 is begonnen. Huppe! Dat is niet huppie, dat is niet huppie. Hij gaat verder. In de loop gegeven. Goed geanticipeerd op die bal. Modric. Oh, take it. De speler staat in de baan van het schot. Hoppa, ba. Oh. Gaan, Mbappé, gaan. Kap. Alles uit, kom maar. Moet dat je te wakken, nee. Oh. Kom maar, laat lopen. Het ziet er veelbelovend uit. No! Hij heeft de bal en kan nu snel. No! Goal, goal, goal! Real Madrid en een voorsprong. Goed dan weer naar 2 treffers. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets om af te dingen. En eigenlijk doet je het helemaal zelf. Ja, hij gaat het door. Hij laat het hier achter zeggen. Dan rolt hij toch heel netjes af. Gedecideerd. Ja, Frankrijk had de bal en nu niet meer. Come on, let's see. Danica van Gaal. Karim Benzema. Vinicius Junior. Ajax ziet ook jou. Dat is alweer een van de bal. No. Federico Valverde. Die gaat er mooi in, zeg. Oh, wacht. Anulado, dat doelpunt gaat niet door. Klopt. De assistent scheidsrechter is duidelijk. Gedecideerd haalt hij zijn vlag omhoog. Luister, is dat beter? Is dat beter? Hé, hey, mijn die isnaam is Reality. Dat is mijn dat beest. Dat moet toch lukken, deze bal? Kletsen. Nou, die is toch niks om kans? Daar moet je iets meer mee doen. Scoren bijvoorbeeld. Zo, ja. Dat ben je ook niet meer. Je hoeft bijna niks te doen. Dat ik sta hierover even. Kletsen, kletsen. Hij keert dat schot. Ik je brother. Bal uit, dat voor een opschot. Ik je brother. Jurete. J-O-E-R-E-T-E. Jurete. Bal wordt voor het doel gebracht. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Fire. Verder druk, de tegenstander. Bal is hij kwijt aan die trek. Oh jongen, daar is hier een patsy. Huppla. Je doet het. Steeds aan de bal. Kom aan. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. Je mag mee, maar kom aan. Boy, you got the pace, bro. Ze kunnen snel uitbreken nu. En geef hem. Mbappé. 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 Yo, kom me nothing. Doe het. Ah, jouw vriend kan niet zien, nee, ik kan Federico Valverde. Pardon, kom on. Vinicius Junior. Oh, oké, hopla. Ingeleverd bij de tegenstander. Hopla. Nou, dat is sportief, maar niet de bedoeling. Oeh, die steekbal is gevaarlijk. Ja, hoppa. Hij is er doorheen. Hoppa. Afgeweerd door een speler. Kanté. Kanté. Heel goed dat ze blijven proberen. Blijven proberen. Ze staan er twee achter, maar ze gaan ervoor. En dit was een aardige poging, ondanks het stand half vier. Luka Modric. No. Vinicius Junior. Come on, take the ball. Met Dani Carvajal. Federico Valverde. Come on, he. Karim Benzema. Hopla, Kanté. Kanté. Een kans op een counter. Kanté. Ze zaten er bovenop. Komen weer aan de bal. Boop. Kanté en de flessen. Hier een pet. Ja, dit is een soort overtreding waarvoor je geel kunt krijgen. En dat vindt de scheidsrechter niet goed. Nee, gele kaart. Hey, Pickleface, bedankt man. Hij speelt hem kort. Met jou, man. Benzema. Schut, die bal wordt geklopt door de speler. En weer stuit die bal op dezelfde speler. Kom on. Oh. Oh. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Oh, ja, die is goed. Goed verleden, dat schot. Hey, thanks, Sims Mohamed, voor de light machine, bros. Bro. Daar komt de corner van Modric. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Luka Modric. Gefloten. Ja, buitenspel.
En zo komt er een voorwaardig einde aan deze moeizame wedstrijd van hem. Verstandig, denk ik. Hoe eerder deze wedstrijd voor hem ophoudt, hoe sneller hij deze dag kan doen. Hopla, come on, he's gone. Op de vleugel. Hopla. Op de vleugel voor een voorzitter. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die puzzel een schep. Oh, boom. En daar zit hij gewoon goed tussen. Die bal wordt op de flank gespeeld. Hopla! Anthony Martial. Met een prachtige beweging. Griezmann te bereiken. Hoppé. Hey. Grote. Rut. Penalty. Koers van de skates. Frankrijk met de bal. Griezmann dribbelt met de bal richting het doelgebied van de tegenstander. Mbappé. Kappen. De tram. Een schitterende stoepruim van de doelman. Ja, ik weet. Hij voor het doel. Pogba. Werkt die bal goed weg. Helemaal close, inderdaad. Hij kiest de juiste positie en onderschept de bal heel knap. Hazard, wat je kan doen. Oh, he's gone with Hazard. He's gone with Hazard. Eden Hazard, wie houdt deze man tegen? Prachtige! Hij geeft een penalty. Weer een tegenval. Want ze staan op achterstand. Ja, het wordt wel een heel moeilijk verhaal nu voor ze. Zie je dat de bal erin gaat. Hoe is dit? Een rode kaart en een strafschop. Terecht of niet? Ik denk het wel, zie het. Je hoeft die speler niet te sparen. Dit zijn gewoon de regels. Waarom doe ik jou ook? Ik weet het niet slim, hè. In Hazard met de penalty. Die bal erin vanaf 11 meter. Hij heeft stalen zenuwen, want hij heeft de doelman kan er niet bij. Bal is in de kruis. De coach ziet reden om te wisselen. Ja, nu is de rest al gespeeld. Hoe ze de voorsprong nog groter maken. Real met de bal in de ploeg. Op de klok zien we dat er nog 7 minuten te gaan is. Real Madrid, het bal aan de tegenstander. Les Bleus krijgen een vrije trap. De scheidsrechter zegt dat dit de laatste waarschuwing is. De volgende keer trekt hij een kaart. Onpassen dus voor deze speler. Yummy, 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 yummy. Lekker eten. Hey hoi, hey hey hoi. Dikke petten en je boy. Heel lekker. En dan komt er een wissel. Modric gaat eruit. Hij verlaat het veld, maar wel met een volle Let's go! Op 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Alle ballen van hem komen aan deze wedstrijd. Goed gezien, jongen. En hij kan doorstomen. Hij net iets te vroeg gelopen daar. Met spellen flessen. Op papier zou dit tegelijk zijn, maar ze geven de wedstrijd gewoon uit handen. Ja, maar niet vergeten dat dit ook een verdiend van tegenstander. Ja, kans! Belangrijk, verdedigende actie. Oeh, kom op, Kanté. Ook Kanté. Ja, dat is twee man. Verdediging effectief hier. Kylian Mbappé stond al een tijdje klaar om die bal te pakken. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Goeie! Ondanks de achterstand blijven ze toch op jacht naar het doel. En het is goed om te zien. Dit doelpunt komt voort uit het collectieve druk van de tegenstander. En doordat er heel veel ruimte is. Let's go! De ploeg de bal kwijt, kan hij worden overgenomen. Excuse me, everyone. En ontstaat die kans met als gevolg een doelpunt. Hopla, zeker niet. De trein stopt zeker niet. Zweer het, Kate. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer.
Die kan maar beter op zichzelf passen. Niet. Ja, nog geen overtreding. Zeker niet, fout. Gegarandeerd een kaart. Federico Valverde. Dat zou een fabuleus doelpunt kunnen zijn van zo'n afstand. Geen probleem met. Zo, de wedstrijd zit erop en ik ben, denk ik, of you, realistisch. Als ik zeg dat dit de laatste seizoen is die de trainer voor ogen had, er schort echt wel het een en ander aan dit team. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Te veel losse eitjes nog op het moment dat de competitie echt begint. Dan heb je je huiswerk niet goed gedaan. Dan begin je met een vervelende. Ze krijgen die bal maar niet weg. Joris ertussen, maar het spel gaat verder. Ik dan doe eens. Is we zien maar weer eens hoe het loopt omhoog. Petsen de klets, dretsen. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval. Goal, goal, goal. Zo yummy, yummy over hier. En een voorsprong. Goed dan mee aan twee treffers. Ja, vandaag achteruit. Oh. Hey. Allee, als ik dan niet ook een keer mee bezig en toen. Wat hier loco, loco. Yeah. Guys, I have to take that. Let's go. Oh, dude. Woo, woo, woo. Go do this with another team. Woo, woo. Bim, bim, bim. Okay, welcome team. Yeah, I'm cool, bro. I'm cool. So cool, man. Woo, that's it. Dat er daar zo'n bij crazy manjoing in zitten. Bij crazy. Voor niet. Zeg. One. Yeah. Ersa. Allemaal zijn. In. Oh, we're gonna do this with Kortrijk!
Kletsen vindt, come on. Hoppla, we hebben een tegenstander gewonnen nu. We spelen met de VK, kletsen! Dan boe en knock. Oh, VK, ik kan. Kom on, he. Die wil jij spelen? Er is geen wolkje aan de lucht. Terwijl we ons opmaken voor een fantastische voetbalavond. In dit immer imposante stadion. Hallo iedereen. Ik ben Sjoerd de Vos en het is mij weer wonder genoeg om deze wedstrijd samen met collega Jeroen Gruter voor u te mogen verslaan. Dit lijkt me een affiche, Jeroen. Nee, Sjoerd, dat was geen weg. Een kans om te scoren. Van vandaag, doelpunt, zo is in deze. Vroeg in het duel komen ze op een 1-0 voorsprong. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Over hier, hè, bro. Ella, ella. Don't take my ball. Don't take my ball, yo. Nog steeds aan de bal. Oeh, alleen niet. Actie van de doelman, bal naar voren gereden. Bam, doet hij weg, boom. Woe. Flash, clash, dread. Die doelman moet opletten. Oh, goed geanticipeerd op die pas. Ze zit ertussen. Ja, naar buiten en hij brengt mijn pace helemaal niet. Kom op! Alle ruimte op de flank. Kom op! Hepla, kapte. Oh, jongen! Een tackle op de vleugel. En hij komt weer op balbezit. Ze geven de bal weg. Ja. En nu wordt het oppassen. Oh, mooi! Om op die inzet te kunnen reageren. Goed gedaan. Hoekschop komt voor. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Oh my bro. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Met de bal. Een sluwe steekpas. Oh! Oh, boeien zich! Maar hij gaat erover. Pas in de ring geen door te zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel net. Come on, you got this, guys. Boom. Now win. Now win, guys. Heeft de bal. Yo. Oh, stel de avond. Oh. Er komen 1 tegen 1 met de keeper te staan. Jakob bij. Boom. Ja, maar je kunt ook zeggen, come on. Dat het knap is hoe de keeper de bal pakte. Oh, jammer. Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Een tackle die goed afloopt. Een repetje. Veel tijd krijgt hij niet. Een plek. Oh, KC! Go away! Ruim baan op de vleugel. Nobody can stop you. Mooie positie om een voorzet te geven. Go money. Eenvoudige ingreep. Doe eens, kom op. De voorzet was een makkelijke prooi van de keeper. Kan beter, Jas. Kan beter. Ho. Ja, heel kans. Chance. We maken uitstekend gebruik van een balbezoek. Die peul. Kom al niet. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hij was voorbij de laatste man, kan niet anders dan rood zijn. Wat? Rood? Ja, Pieter hoeft hier niet lang over na te denken. Rood, dan hoef je iets dan nog. Dit was natuurlijk een uitmaak. Wat je bent, nee, wat denk ik? Die speler ging alleen op de goal af. Wat denk ik? Het is toe. Wat je alleen. Het was zwaar van bolly. Nou, laten we nog eens kijken naar deze vrije trap, Sjoerd. Mooi genomen. Dat zeker over een uur. In een rechte lijn naar het doel toe. En de doelman die heeft geen antwoord. Ook in herhaling. Een prima doelpunt. Vrije trap voor KV Kortrijk. Wat gaat hij hiermee doen? De fluit klinkt voor buitenspel. Ik kan wel een verdediger in dat op dit spel. Kom aan, Kortrijk, kom op, Kortrijk, ho. Pinto, ja, heel kan goed. Oh, en nu snel schakelen voor de kant. Wierwij. Wat is hij van plot? En hij voorkomt dat doelpunt. Ja, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-1 voor de keeper. Oeh. Oeh. Kom op, Silimani. Kom op. Balvoordeel is voor KV Kortrijk en de arbiter laat doorspelen.
Hij komt met een schot. Oh, nee. Wat makkelijk geschot voor de keeper. Alessa, come on guys, nou, hey. Go back. Jolle. Oh, come hij on. Hij speelt hem slip. Ja, wie houdt hem tegen? Net op tijd ertussen. Wat een tentie. Voorgeven dan maar, vanaf nee, de nee. Een hoge voorzet, hè? Oh, nee, er kan iemand bij. Redding, bal geklept. Oh nee, het wordt dus weer... Omhoog. Hallo. Kado. Kom on, guys. Kom on. Go, go, go. Hard overgeschoten. Dat scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets kom on, we can do this. We can make a goal. Statistieken liggen niet hier. Deze wedstrijd zou wel eens een heel beschamende afloop kunnen krijgen. Oh, alsjeblieft. Moet je nou kijken, die verdediging. Ja. Die geeft ze. En nu heeft hij de ruimte om te steken. Oh, kom in de. Nee, nee. Goed zo, lichaam ervoor gezet. Doe ze! Kom on. Kom on. Yo, yo, hepla, hepla. Ceremony. En nu wordt het oppassen. Balbezit kwijt. Kangano hier. Big Kangano. Kom op. Hier beter aan het spelen. Er ligt beter aan het spelen. Kom op. Oh no. Sasuke. 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 Hij pakt het. Zo. Goal. Wat een vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja. Sterk doelpunt. Snel uitbraak. Ja. Dan komt die kans eruit. En heel mooi afgerond. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen en hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Kom on. Ante Palavessa. Bedankt, Femke. Speelt u naar de doelman? De straat. Trent Sainsbury. Hopla. Oh. Oh, kom on. Aanval van KV Kortrijk. Kom on. Kom. Hote. Penalty! Strafschot voor KV Kortrijk. Come on! En gewoon een strafschot. Maar hij trekt geen kaart. Eindelijk zeg ik, kans ik snap niet echt helemaal niet. Come on! Je moet hier gewoon een kaart geven. Hey, you go kletsen. Ik kan bedankt. Money, singing money. Ik heb het aan je zien. Ik heb het aan je zien, jongens, de hoop. Go back, guys, go back. Dolle! KV Kortrijk, dolle! Oh, kom op, LKC! Dat is rap! Ik eerder zeggen, veel belovend uitgestekeld, maar het was voorzien. Oh, wat een kans! Mooi verdedigd, maar de bal is nog niet uit de gevarenzone. Schot in de weg! De speler blokkeert het schot. En dan kan de bal naar de doelman. Oh, wat de... Dat is Kortrijkbal. Wat een dribbel, we gaan er heel mooi voorbij. Prachtige beweging. Wat had hij hier nu met de... Hij geeft hem diep. Oh no. Niet goed gedekt, hij is de tegenstander kwijt. Oh shit, zei. Ja, het doelpunt, schitterend. Dat is het dan wel verschrikkelijk. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelfs de kans met die uitbraak. De verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij dan. Bovend ingeleverd. Dat is niet mooi, want dat is niet mooi. Oh, kom op, ik kort trek ze. Ze geven de bal weg. Er wordt gefloten voor de rust. En het is nu al 4-0. Alles op hetzelfde. Op hetzelfde. Speler, ja, je kunt niet anders zeggen, speelt een hele fijne wedstrijd vandaag. Die verdedigers, die worden vandaag knet. Ah, kijk naar mijn plooi, waarom doe ik dat? Oh, toen is dat 4-0 voor. Wat zei je? Kan doen, bro, it's too. Hey, thanks, bro. Thank you.
gonna do this. He's gonna do this, bros. Come on, let's go. En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siert, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Jammer. Gaat over de lijn, inworp. Gaat er nou dinsdag eens op oefenen op zo'n inworp? Oh, dit is dinsdag. Nou, woensdag dan. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Pak die bal. De kast van dichtbij. Bij zo'n ingreep moet je echt goed weten wat je doet. Diep als je een zuursteek kom alsjeblieft. Zou er wel kunnen worden? Hé, doe normaal. Nou, zegt het, een overtreding op deze plek is ongrijpbaar. Geel, zegt de scheidsrechter. Geel. Daar hoeven we toch niet over te discussiëren, zie je. Het lijkt me gewoon volkomen terecht. Come on, ho, Palaversa. OTMT! Oh, OTMT, you can do it, man! Goed geanticipeerd op die pas. Ze zit ertussen. Bal weggewerkt. Goede actie van die doelman. Hopla, dan. Goed gedaan. Mooie onderschepping. Kerst af op een speel. Dus een inborp. Ah ja, dat is online. Yes, yes, my friend, dat is online. Die doelman moet opletten. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Oh, nee, ja. Toch de schietkans. Ik heb echt geen idee wat ze erachterin al aan het doen zijn. Moet je kijken, het doel helemaal open. Ja, daar weet die speler wel aan mee. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Allee. Goed die bal onderschept in de verdedigende linie. Oh, Wallen. Wallen had die twin met Maarten hier. Hopla, oh. Zo, even de bal in. Pik aan de Wallen. Come on. Pikken. Pikken. Ze mogen een hoekschop. Boom. Waar mag ik spelen? Is dat wat? Sorry. Yeah, bro. I know you, these men is going quickly in the head. Oh, it's pretty well who I think. Going for one goal. Come on. Eentje voor de eer zijn we ten onszelf. Woe, woe, woe! Opnemen. Hey, te goede maat, wat zit je hier eigenlijk al te doen? Hij team is toch een wending. Zo goed, bro. Oh, come on. Akuta! Ja, Ben, die maat, ik zweer tegen een keer poesie. Corner voor het doel gebracht. Ze staan met meer spelers op het veld. En dit doelpunt komt denk ik voor de goede situatie. Ja, als je dit zo duidelijk speelt, dan ontstaan er vanzelf mogelijkheden. Ze zeggen vaak, koppen is een kunst, maar positionering is heel belangrijk. Als je nu kijkt,
de plek die hij inneemt, dat is zo slim. En daar haalt hij dan zijn voordeel uit. Ja, kom maar, Cassé. Hij ontsnapt, hij moet scoren! Nu dan misschien. Oh, blijft binnen naar die redding. Al die verdedigers naartoe en nog niet scoren ze. Kom maar, jullie, wat doe je hier? Ja, dat is een fijn staaltje spel is. Dat moet toch lukken, deze bal? Maakt hij hem af? Ja, als je een rode kaartje krijgt, is het allemaal niet meer te belopen en dan ontstaat er soms ruimte. En dat resulteert in dit geval in een fraaie goal. Nee, Juri, kom maar eens. Counter, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En vervolgens kunnen ze met z'n tweeën zo op de doelman af. Proef! Die staat er helemaal alleen voor. Ja, dan is er geen redder meer aan natuurlijk. Hij kan niet voorkomen dat de bal in het net terechtkomt. Afgeven. Dit biedt mogelijkheden. Oh, wat doe ik nu weer? Doe eens toe! Bovend ingeleverd. Kom on. Kom on, steekbaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Ockels. Enorme redding. Die doelman pakt die bal gewoon. Het moment van uitkomen. Dat is doorslaggevend in deze situatie. Precies de kans om te scoren. Oh, Chevalier. Kom on. Sterke actie. Oh, yo. Nog zo missen. Gert naar de cornervlag. Nog zo missen. We gaan wisselen. Oh, man. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Katachtig die doelman, mooi gered. Dus, kom maar hier. Ze kunnen snel uitbreken nu. En nog rap. Kom on! Ze bal terug in die tempo maar. Ja, die is goed geraakt zeg. Een prachtige counter. Ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Ja, er zijn natuurlijk weinig spelers met zo'n traptechniek. Hè. Kijk eens hoe die bal richting de spits wordt gestuurd. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1. Geen enkele hulp van zijn ploeggenoten. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. Ja, die paas werd te laat gegeven. Jammer hoor. Let op. Nu het spel stil ligt, pakt de scheidsrechter alsnog de gele kaart. Ja. Zie je het hoofd van die speler, die dacht aan die kaart te ontsnappen. De scheidsrechter is ook niet gek, hè? Nee, hij wordt van het veld gehaald. Ik denk, zie het, dat dit met die gele kaart te maken heeft. Het spel, Kees. Nee, het spel. Voor de vanaf de zijkant. Nou, laat hem nog niet helemaal afschrijven. Dit doet hij gewoon goed. Nou, eindelijk, hè? Eindelijk een goede redding van hem. Schiet op doel! Redding, spel gaat verder. Hermie. Nog 15 minuten te spelen. On, ceremony. Come on! Hij kan nu snel. Come on, you can do it! Shoot it! Komt dat schot? Woo! Zo, die zit ze! Boom, 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 boom! Ceremony, do it! Boom! Er komt tijd bij je. Een doelpuntrijke wedstrijd. Waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Let's see. Hebra. Oh. Woo! Klets in de flessen. See it, guys. You see this. En los van zijn man. Hij maakt hem weer. Dat moet een doelpunt zijn. En hij maakt gewoon zijn derde. Haha, wat een geweldenaar is het toch. Niet te stoppen deze speler. Niet te stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld, nu ze de voorsprong nog groter maken. Ja, oké. En daar gaat hij voor de uitbraak, op de brommer lijkt het wel. Oh, wat een missie. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Oké, kom op. Maar blijven de hulp toepen. 8 minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Ja, lekker wat doe je nu? Kom op. Is alweer even aan de bal. En met de bal aan de voeten uitbraak. Keeper redt en het spel gaat door. Schiet een keer. Wat gaat hij hiermee doen? Waar mee? Kom op, zeg. Oh, go away with the ball. Bro. No. Uitstekende mogelijkheid. Die bal verdwijnt in het net.
Hij staat er nog maar net in. En nu al meteen een doelpunt. Dat is echt een heerlijke invalbeurt. 10-1 verlies ik hier. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Daardoor staan ze met z'n tweeën tegenover de keeper. En dan wordt het wel heel makkelijk om de bal in het doel te deponeren. Hij ontsnapt, hij moet scoren! Hij komt eruit en pakt die bal. Hij zit er goed tussen bij die pas. Oh, daar zit het doelman mooi tussen. Corner voor het doel gebracht. Hij moet de bal makkelijk tegen te houden. Oh, come on. Maybe a one goal, yo. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Hij kan ze uithalen. En die bal vliegt binnen. Die lijkt er nog in te zitten. Ja, maar buitenspel. Dat is ook het oordeel van de assistent scheidsrechter. Dit doelpunt gaat dus niet door. Nee, ik heb je geaccepteerd. Waar zijn we nu, vriend? Bal weer verloren. Nou, wat kan hij hiermee? Dat moet toch lukken, deze bal? Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Ik niet worden met Honey. Daarmee komt een eind aan deze wedstrijd. En ja, we horen het aan de stem, we moeten eerlijk zijn. Het is een traumatische dag voor de bezoekers. Nou, dit is een dreun van je welste voor deze spelers. Zo hard onderuit gaan, dat is een klap hoor. Go, okay. First, I'm going. Yes, yeah. Zeker deze vrees. Right back, guys. Thank you.
Kletsen, I'm back. Hello everyone. Man, ik kijk even wat we kunnen kijken voor te veranderen van een ploegje. Hier is aan het rijden. Champions League finale, brothers. Woo! De Champions League finale, brothers. En twee kletsen, hoppers, eenders. Let's go. Rubinho, flessen. Tetsen. Pardon, excuse me, everyone. Welcome back. I'm back again. In de flessen. De kletsen, hier. And his name is John C. Woo! Fred, John Cena, met Barnoos, John Cena en de kletsdreds. Dias, check hem, hon! Shalalalalalala! Oh, knock it! And his name is John C! See this guy skipped the brain? Pindite! Check out here, crazy on! Woo! Kevin the dead brain! PBD! Woo! Kevin the brain! M14! He is number 20. Allemaal een hartelijk welkom vanuit het Parc des Princes, de thuishaven van Paris Saint-Germain. En ook bij deze wedstrijd wordt het commentaar geleverd door Jurgen Gruter, mijn collega, en ondergetekende Sjoerd de Vos. We gaan weer ons stinkende best voor u doen, maar we hopen dat de voetballers het ook doen. Het is Paris Saint-Germain. 1-0 en maakt hem op de wedstrijd. Kevin de Bruyne! Woo, guys! Come on, let's go! Woo! Hoe lang zo busy? In de 3 minuten. Kletsen, draai hier overheen. Hopla, kletsen. En gassen langs de zijlijn. Jawel, weg met Neymar. Wat de bal hebben we gedaan. Holy shit, Neymar. Kom, Ederson. De keeper heeft hem al binnen. Ederson. Doet eigenlijk niets bijzonders met Neymar. Dit moet een doelpunt worden. En Mbappé. Wedstrijd. Zo vroeg op achterstand. En het dan gewoon weer recht breien. Nou, ik weet niet hoe jij erover denkt. Nee. Maar ik denk niet dat dit de laatste doelpunt van de wedstrijd is. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. De bal wordt op het middenveld onderschept. Oh jammer, Omaris. Omaris. Hopra, nee. Hopra, ook niet. Hopra, no. Neymar, de kans om voor te komen. Neymar, go, en go. De schotkans. De verdediging kan de bal wegwerken. Tank, hallo. Alles goed. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Mooi.
Hier, Di Maria. Moet je dat ook niet meer? Ik zou me niet verbazen als hier een gele kaart voor wordt gegeven. Ja, maakt niet. Zo weten de spelers aan het begin van de wedstrijd gelijk wat ze aan deze bal hebben. Geel. De toon is gezet. De spelers weten dat ze moeten oppassen. Oh, maar ik is alles piek. Hij knalt er voor het doel. En weer gescoord. Zo, wat gaat dat snel? Die laat er geen gras over groeien. Ja, er ligt natuurlijk wel gras. Twee lagen gras. Ik kan wat veel van het groeien. Oké. En daar is de achterstand van Manchester City. Stel voor jullie, guys. Aguero is to Barcelona. Voordeel van Manchester City. De scheidsrechter laat ze doorspelen. Al zo snel een overtreding. Maar toch geen gele kaart. Daar verovert hij de bal. Come on, City. Dreigende dieptepaas. Oh, en nu snel schakelen voor de counter. Boom! Toch anticipeert en heeft hem vast. Oh no, hopla. Hey, follow me, man! Woo! Marco Verratti. Come on. Daar is Angel Di Maria. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. De bal nu alweer ingeleverd. Hey, how are you doing? Hey, I'm good, man. I'm very good. How are you doing? Kevin de Bruyne. Up to them. Ze komen weer in de bal. Do you know this? Hello, man. De aanvaller is er vandoor. Hij weet een kans om te scoren. No. En dat schot wordt gekeerd. Het doel al dag waarschijnlijk. Het is goed met je. Ik laat je niet nog een keer scoren. Corner voor het doel gebracht. Hij kon op doel schieten. Maar het is nu een doeltrap. Een vriend. Ah ja, PlayStation 5. Zijn we zeker. De bal verspeeld door Fernandinho. Neymar, nu al opstaan. Met een mat eigenlijk. Neymar, met een grote kans. De keeper brengt knappe redding en tikt de bal weer. Manchester City moet de ruimte en rukt op over de vleugel. Thanks for coming, man. Voorzet richting eerste paal. Schitterend! Die bal, hij kunt het met een paal. Hey, thank you, man. This is called the space time. Goodbye, thank you. Yabaya, go! Well, this stadium is a huidige vorm. Pas in 1972. Let's go. Come on! Met een uitbreiding voor het EK in 2016 is het Prinsen Park al sinds 1897 heilige sport geworden voor de Parijzenaren. Maar het gaat verder. No. Ja, doelpunt! Hij zit erin! Kijk, dat werkt dan toch in dat vroeg druk zetten op de tegenstander. Ja, inderdaad, zie je het. Je forceert daarmee een fout bij de tegenstander. En uiteindelijk is het de inleiding tot het doelpunt. Dit doelpunt komt voort uit het feit dat de tegenstander eigenlijk nauwelijks ruimte krijgt om op te bouwen, om eruit te komen. Ja, als de bal wordt overgenomen, dan ben je binnen de kortste keer bij het doel van de tegenstander. En zo blijft het dan. Tot het doelpunt. On the game. Thank you. Di Maria. Kletsen. Hij pakt de bal en begint dan uit. No. Mag hij voor Ederson. Oh no. En weer een tegenstander die hem niet weet te stoppen. Een grote kans hoor. Ze ruimen de bal voordat hij kon schieten. By the way, go away, en ruimte go voor de counter. Hopla, Aguero. Een man van Barcelona. Een man van Barcelona. Gonna do it for me. Goal. Ze profiteren maximaal van de snelheid. Come on, guys. Come on. Ja, ja. Goal. En daar pauze de voorstand. Die kans vindt de zilver. Nu mag de tegenstander iets gaan verzinnen. Ja, en als de tegenstander gaat drukken, dan komt er vanzelf nog meer uit. Oh my god. Manchester City moet nu aan de bak. Ze staan achter. De volgende goal is een applaus. De tackle gaat de bal uit. Inbord tegen. Oh, come on. Come on, Maris. You got the pace, bro. Hopla. Hopla, he's gone. Hij stond aan de bal. He's gone. En dat kan er niks doen. Een voorzet vanaf de vleugel.
Hoi. Daar heeft hij grote moeite mee. Er ligt een kans op de boer. Hij ontsnapt, hij moet scoren! Het is maar goed dat hij de bal onderschept. De doelman zorgt ervoor dat de bal wordt weggewerkt. Kom on. Mauro Icardi. Nog steeds aan het zoeken. Hopla. Kom on. Hopla. Hopla. Kevin de Bruyne. Oh, mocht het niet door. Zo ver. Het balbezit voor Manchester City. Oh, come on. Juan Bernat. Zo, Neymar kan flink opstomen hier. Ja. Hopla. Marco Verratti. Hopla. Marco Verratti. Hopla. Hij had het schot tegen. Hopla. Diep is een point. Zo de brengen. 1 minuut extra speeltijd. Maar diep. Die steekbal is gevaarlijk. Een boom. En zijn naam. Boom, jongen. En boom. Counter. Dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel... Hey, het is wel chill. Er was er opeens van door. Gewoon, smakelijk bij jou. Rust, 4-4. En dat is het fluitsignaal voor rust. 8 keer gescoord al, ongelooflijk. 4-4. Zou zijn trainer tevreden zijn over het spel van de Bruyne tot dusver? Nou, hier valt natuurlijk helemaal niets over met rust. Prima als gewoon, smakelijk. Dan toch niet voorstaan bij de rust. Staat toch bij. Go drink from a water. Yeah, well, that's what. One of those waves from Cliff today. Woo woo woo! And the Patsy. Venga, who has moment even? Let's go! Boom. City mocht aftrappen. En de tweede helft is onderweg. Lekker. Dat heeft hij uitstekend gezien. En nu heeft hij de ruimte oversteken. Nee, fijn. Yo. Op de kas. Flessen! Boemel ertussen. Stel dat verder. Oh. Not you. Not you! Why didn't you get a penalty? Then you get a penalty. What you going to do? Dat publiek klaagt over die strafschop die niet werd gegeven. Come on. Het was een cruciaal moment. Kom op, Hopla Silva. Hopla Silva. Hopla Silva. Kom op, Silva. En boom. Almost. Good one. Er wordt teruggezet en hij neemt de bal niet goed aan. Oh, Silva. Manchester City zit aan hier. Silva, en nu staat schakelen voor de kant. Impressionant. Kletsen, yeah, lekker. Almost lekker. Sterling brengt de bal voor het doel. Silva again. Beroerd verdedigd. Silva again. Hij laat de verdediger achter zich. Silva! Goed geplopt dat schot. Oh, jongens toch, come on, Silva. Hopla, Silva opnieuw. Oh, jammer. Oh, take the ball. Alam Nere. Kylian Mbappé. Alam Nere hier op Kylian Mbappé. PSG. Niks de la porting. Niks. Steek die bal maar op. Aguero. Kun Aguero. Oh, kom. Bernardo Silva. Boom! Oh, yes! Almost bro, I know bro, maar je wilt er niet in. Je wilt er niet in. Aan een voorsprong kan helpen. Boom! Je zet hij erin. Daar komt de corner van Kevin de Bruyne. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. En de bal afgezet. Oh, kom on ze! Oh, we zijn hier veel beter dan... Ja, nu kan er een counter komen. Kom on. Hopla. No! Wat chance! Wat chance had hij hier gescoord. Die chance! Confetti! Ja, is de tegenstander vertelt hij bedacht op die counter. En dat komt ze nu duur te staan. Maar tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. Manchester City moet nu aan de bak. Ze staan achter. Come on, jongen. We are playing with City. En Rick Laporte. It's not done.
Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. It's good, bro. It's all good. You gonna do this. I know it's not good. Simpel ingeleverd. But you gonna do this. You gonna make a goal and another goal and another goal. You gonna do this, bro. Come on. Kijk, zijn balletje hoor. No, not again, Neymar. Hopla. Mbappé krijgt een overkans. Proef, en dom is voor. Come on. Komt de hoekschop in het midden. Juist, de doelman zet een vuist tegen de cornerbal. Hopla, come on Walker. You got the pace. Run for it. Run for it, Walker. Ruimte come voor de counter. Come on. Veel ruimte daar achter de linies. Bernardo, hopla. Goed naar Guero. Bal bijna over. Come on. Maar toch een inworp. Of win. Een voorstelling. Jammer! Hoef je niet ver te steken om die kopbal te weren. Dit is een vrij zwakke inzet. Wat een makkelijke redding. Bal op de lijn en inbor. Ingeleverd bij de tegenpartij. Wat een slechte inworp zeg. Is hij jongens toch? Bal op de zijkant van dat veld. Oh, come on. Icardi bij de eerste bal. Ederson met zijn vuist. Come on, Ederson. You can do it. Oh, Brede. Oh, boom. Come on, Silva. You got the pace. Go. Toch de kans. Ja, het is al Manchester City. En zo is de stand weer gelijk. Kletsen. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel buren die dit de eerste zon. Boom, let's go, Aston! Come on! En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2 tegen 1. We can do this! Van zijn ploeggenoten. Ja, dat is het. Eenvoudig afronden natuurlijk. Come on, no. Kan hij dat belopen? Kan weer Mbappé. Ja, nu scoren! Wat een redding! Ederson is hier in zijn waarde van dichtbij gekeerd. Komt de corner van Lima, de 16. Hoi, kom aan. Iedereen heeft hier grote moeite mee. Is er iemand de verdediger met de bos ingestuurd? Ja, figuurlijk al, want natuurlijk geen bomen op het veld staat. Kom aan. En weet die paas onder de set. Goed opgelegd. Silva got the pace, bro. Di Maria. Kom aan, Di Maria. Wat ga je doen, Di Maria? Juan Bernat. Ruimt hier voor de voorzet. Idrissa Guaye. Marco Verratti. Put it away. Boom. De verdediging zit ertussen. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Hopla, weer het Bruyne. Kom aan de Bruyne! Goed geanticipeerd op die bal. Kevin de Bruyne. Boom! En die zit al zo. Boom! Boom! What a game, bro. I know what a game. What a game over here, bro. It's not normal. Look at me, man. Een kans op de score. Oh, no. 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 Doelpunt voor de Parijzenaar. Ja, de score is weer rot. Door dat doelpunt is de stand opnieuw gelijk. Zou het wel spannend zo. Kom on. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Bernardo Silva. Niet naar hem. Idrissa Guaye met een onderschepping. Kom on, zei we kennen. Laatste fluitsignaal is niet ver weg. Maar Paris Saint-Germain ligt zich niet neer bij een gelijkspel. On met de bal. On. Come on. Daar gaat hij voor de uitbraak. Oh, no. No. Bro. Wat een actie van die meneer. That's not what I want. Oh, come on. Ja, en dat de bal nog het aluminium raakt. Dat was natuurlijk kan. En hij kan doorstomen. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Game. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Oh, even dat gevaar eruit halen. Where are you, Silva? You have to stay there. Kylian Mbappé. Coming. Hier Kylian Mbappé. Wait. Wait, Kylian Mbappé.
Oh. Hopla. Nog 2 minuten blessuretijd. De wedstrijd zit er bijna op. Man, nee. Wordt dit dan de beslissing? Oeh, met 3-1. Ja, dat moet toch lukken, deze bal. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op deed? Twist it. Het is echt een chill. Chill, man. Oké. Spinnen. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Maar vervolgens laat de keeper zich verrassen. Hij laat zich passeren in de korte hoek. Ja, dat doen we, keepers. En daar is het einde wedstrijd. Met een heel slecht resultaat. Dat eigenlijk perfect weergeeft in elke sport dit team verkeert. Er zal iets moeten gebeuren om deze ploeg weer op de rails te krijgen. Ja, wat je zegt, zo kan het absoluut niet langer. In deze fase van het seizoen zijn ze degradatiekandidaat nummer 1. Gelukkig is er nog tijd om dat te repareren. Schitterende treffer! Ah, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En een doelman, die kan er alleen maar naar kijken. Maar het gaat verder! Ja. Thank you. Een bellen bij zeer te doen om een bakje erop gescheerd. Oh, mijn knie in. Wait, slow a minute, can you come? Woo! We kunnen toch een keer in. Oh, jeez, that smell was even worse before we opened the windows. The victim's name's Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw him. Stays in. Went worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here.
probably the murder weapon. And decided to break in. Carajo. Nope. The landlord said the front door was locked from the inside, and all the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. Each letter is perfect. It's way too neat. No human rights like this. That's it. Oh, Jesus, what the hell are you doing? I'm analyzing the blood. I can check samples in real time. I'm sorry. I should have warned you. Okay, just don't put any more evidence in your mouth. You got it? Got it. It's men. Fucking hell, I can't believe this shit. Got it, bro. Chris, was this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Red ice. Seems our friend Carlos liked to party. Chris, I want full analysis on the narcotics. Consider it done, Lieutenant. Hey, Mike, you finished taking... Why you make big? What's keeping in the car? You should have been here a half hour. Over here, bro. It. Thank you.
Doc. Voetstapjes. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Hey, let's go, bro. Glatter! Come on! Hey, we need your coffee. Come on. Oh, I would rest a woman here. Sipping up cafe, ole ole. Your corona is a book, you have a brick man. Controleren zeker. De jongen controleren. Uno, dos, tres, cuatro, bing, 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 hey, hier de rond bent, zegt hij. Hey, thanks, Femke. Woe! Oh, kut. Hier, nu maar achteruit. Oh, ja. Hier, flessen, jongen. Messen, maar, zegt hij. Kut, help mij. Hopla. Kom maar op de rond, hé. Heb toch voor jou, is toch goed hoor. Al die flessen van hem, moet je nog testen. Yeah, hoor. Weet je wat dat er... Als je doet hem dat die... De oude bloed... Nani? Is mijn borstkast. Helemaal. Nog even. Hopla. 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 Je bleef me aan. Je bleef me aan, kerel. Wat crazy man. He was stabbed 28 times. Man. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Wait, wait. He really is itchy. Eat for me. Eh?
Yoko. Блин. Обича, блудь. Bueno, Yenchi, I was in the Ventimolas. Boom! I think that's it. That's it. That's it. Open it! What happened? Hook is in the cast. Hook is... zo zijn. Kletsers, Tito Bar, hallo Steven Dick, sub gangster, yeah, I'm good man. Boy, hey, kletser, Lord Seamskirk, woo woo woo! Boom boom boom, how are you doing guys? How are you doing? That's a kletser. You know, je ding vind? Kan niet vinden. Nou, ik het niet op dit vind, had hij een manier niet op het trein. Is dat hem precies vinden? Nee. Fijn.
Waar is het? Een bed? Hey Brian, kletsen! Sorry, sorry, kan je niet zien, man. Mijn excuus ook. Mijn excuus ook, meneer. Hey, hoe is Brian? Hoe is het? Ik moet een slurry doen. Ik zeg altijd, zeg geen dingen dat je zelf bent. Joke, bro, it's a joke. Hey, bro, man, kletsen, kletsen, how are you doing, bro? Thanks for like my stream, bro. Want to see it? Want to see it, bro? Got it. Say what you want. Is that what you want, Stina Bar? Woo woo woo. What wow, mo kek. Get the done. Fire done. Okay, time's up. That's not good. Hey, there's some pet. Here. 1:14. Alleman, in je voet, rassen. Yo, Raptek. I wasn't in the kitchen. I did what I could. And I need van you food, brother. Woo! That's it. Turn on the lights! Can't see shit! Hey! Where are the lights? Kletsen! Stay
Stop moving around, for Christ's sake! You're making me nervous! Hey, Rusty. What are you looking at? What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off! Hey. You should stop taking drugs, Todd. Smash my skin, you Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! It's all your fault. Daddy, no! It's all your fucking fault! Get back here. Come back here? Come back here right now! Why should you kill them all? That's so crazy. You stay there. Don't you dare fucking move. He did a thing. Why refuse to bet? Slap my mouth, eat it. Boom. 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 Come on. Come on. I'm almost there. Come on. Oh no. Almost. I was almost there. Allez. Come on. Come on, you can do this, man! Come on! We're almost there, come on! Come on! Grazie! You have a fist on him! He's Todd, it's not right for a father to hurt his daughter. Alice! Daddy's very mad! Hey, bro. That's an order. You hear me? No. I want you to leave Alice alone. Order what? What do you mean you want? You don't want anything. You're just a goddamn piece of plastic. No orders to me, bro. You know. Problem. We need to fix that. Check her out.
doing playing me? Well, I saw me. Guess my hand in. Oh, bitches! Open the door! Really! Craig, he's coming! Come on! That was by far the most boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah, no one gives a damn about art. All they care about is how much money they're gonna make out of it. Okay, my friend. Come on, let's have a drink. All the excitement of this whole thing has made me thirsty. Take away. Scotch, neat as usual? Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say. Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Yeah, you keep... Abra! Victor, we met Baxke. Did you leave the light on in the studio? No, I'm sure I didn't. Call the police. Detroit police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. A patrol car is on the way. Let's go check it out. Marcus, no, I'm gonna come with you. What's up, Mipa? I need a real one. Leo! What are you doing? You refused to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. Man. Be reasonable. This isn't gonna get you anywhere. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing. That's enough. Get out right now. What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't leave him alone? Come on, let's see what you
you got? Where's your problem, Mom? We at the Merlin. Don't defend yourself, you hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it. What's the matter? Too much of a pussy? Stop it, Leo! Stop it! Just scared to fight back, you fucking here. Bitch! It's Melanie! Oh, slummy! Ready to get... You're just a fucking piece of plastic! Oh, Leo, leave him alone! Yeah. I'm gonna destroy you. I'm gonna destroy you, my dad. I'm gonna tear you apart, and nobody's gonna... You're wrong for me! Wrong for... Leo... Oh my Uncle God. Ron. Leo. My little boy. Carl, I... The boy, Bill. They'll destroy you, Marcus. You gotta go. Get out of here. And we mean you made in. Get out! Now! Oh. Go! Over here. Go out. Marcus! Don't fucking move! Okay, that's good. This go. Right, is that bad? Every day yourself. Boom! Trophy! Proof! Woo! Slash pet! Yeah, come on. Go! Pets, last pets. Good. Ben, I'm on the ground. All right. End of line. End of the line? Yeah, you're gonna have to leave. We go. We go. We have to go. We have to go, huh? Do you know if there's any other place we could spend the night? I have no idea. Should I have to leave? Arn. Oh, man. We're not here. That's it. Come on, Alice, we've got to hurry.
Come on. Where are you, Ellen? Thinking. You're doing. Alice, you're freezing cold. I'm okay. I'm not so cold. Get out. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. And me as well as Pico Bernardi. And with me, okay? We had it, made you help. Come on, Alice. Thank you for using Detroit buses. Hey. Doing. Boom! Blood! Come on. No, stay. Come, Peter. That's good for you. It looks abandoned. Stand back, Alice. Find us here. I don't want to sleep in there. Can't we find a better place?
We're better off staying, Alice. The important thing is for us to be safe. And it's just for tonight. Just for tonight, man. Let's do this! Expelled, that is Detroit. Androids become to. It's metal, eh? Take care, bro. Yeah, it was in the PlayStation Plus game. Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. That was electric. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why can't we just be happy? Ain't a man is. I don't know, Alice. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Will we be together forever? Abaya. Forever. Put your left in the battle! If don't. Hot in the body. Santé, et puis elle a des zombies. Tellement, pour les billets, ce qui est classe, c'est bien là-dedans. You won't take it. Won't take Slick. Thank you.
Duma. Duma. Hey, hello everybody, welcome to my live stream. What is it? Hey guys, I'm back. Woo! I have to go. Jammer, sorry. Maar is al gepland, frik. Het is nu kom. Ja, sorry guys, was zeker niet mijn bedoeling voor zo vroeg te stoppen. Maar weet je wat voor we gaan doen? Als... Oh, wat doe je nu? Je wil iets meer. Welk plaatje wil je? Welke plaat gaan we nemen voor een dikke dans? Ja, ze wel. Ja, ja, kan ze.
The music joke is... It's, dat is je van mijn lievelingszanger zelf, dat hij ooit tante. Wat doen is Rick Ashley Brothers. Blam on, bitch, blam. Bitch, blam, boy, we read it. Woo! We read it. And let's play. Let's play. Oh, play. See you tomorrow. Woo! Betsy! Hi, guys.